Wow. Ik geef ook altijd tegenwoordig als tip aan meiden die aan mij vragen van ja, wat doe je als je iemand leuk vindt? Een paar dagen later word ik bij de baas geroepen van je weet wat je hebt gedaan, hè? Hey jongens, welkom bij mijn tweede sushi mukbang. De vorige was best wel, er was best wel leuk op gereageerd. Ik vond het zelf super chill om te doen. En ik had super veel zin om weer lekker met jullie te kletsen. Dit zat echt voor mijn hoofd. Maar ik heb heel veel lekkere sushi. Ook weer wat voor Ruud. Ik laat jullie eerst even alles zien. Ik hoop dat jullie dit keer ook de sushi beter zien. Ik zit iets dichterbij nu, geloof ik. Het is hier echt 26 graden binnen. Ik ben super chagrijnig, want ik kom net uit de file. En ik moet voor mijn scriptie, dan ben je gewoon, zeg maar, verbonden aan bepaalde mensen die je nodig hebt. Voor onderzoekjes, dat soort dingen. En met één iemand gaat het contact gewoon zo erg stroef dat ik echt even... heel gek werd. En ik heb honger. Ik was bij mijn nichtje, Susanna. Ik had net weer mijn scriptiegesprek. Het is bijna zover, mijn scriptie. Oh my god, dat ik het moet inleveren. Dus ik ging na school even naar Susanna toe, want die gaat donderdag naar Mexico voor 2 maanden. Dat was mijn nichtje. En ook echt een goede vriendin van me. En daar heb ik nog eventjes wat verder aan school gewerkt. En daar dacht ik bij de klus deze donuts. Dus ik dacht, dat is ook wel heel erg leuk om die straks op het einde te gaan eten. Vet lekker. Dus die zet ik eventjes apart. En eerst de sushi. En ik heb een extra bakje gevraagd, zodat ik het kan verdelen. En even Ruben zijn gedeelte kan geven. Het is trouwens niet heel veel variatie of zo, maar ik heb heel erg een duidelijke voorkeur voor welke sushi ik heel erg lekker vind. Ik heb hier een beker met water. Dit zijn sojaboontjes. Het liefst zit ik zo dichtbij, maar dan zien jullie mijn eten niet. Maar ik ga nu eventjes zo dichtbij het eten laten zien. En ik heb weer vragen laten stellen op Snap, dus die ga ik zo beantwoorden. Deze sojaboontjes, Eda Mama. Bij Oppie kan je dus ook gepeld kopen. Die vind ik super chill. Dan, dit is echt mijn favoriete sushi. En wat ik wel chill vind bij Judo. Dat vinden sommigen misschien niet chill. Maar er zit hier geen saus in of overheen. Deze. En de rijst is super chill. Je ziet dat er echt hartstikke veel zalm in zit. De avocado is tot nu toe steeds helemaal rijp en romig en heerlijk. Avocado makkies. En die zijn dus ook super lekker. En dan echt mijn favorite sushi. Ik heb 2 geflambeerde. Die heb ik laatst voor het eerst in mijn leven geproefd. Want Susanna vindt die dus heel erg lekker. En het is zo lekker. Want de sushi is niet echt rauw meer. Maar hij is zo kort geflambeerd dat hij van binnen nog een beetje rauw is. Ik weet echt niet waarom ik er maar 2 heb gedaan. Maar dus ik hoop echt dat jullie het goed kunnen zien. En dit is echt mijn favoriete sushi. Er zit ook een soort van sausje over deze heen. Vet chill. Oh my god, dit is echt zo ziek lekker. Ik ga nu naar achter, jongens. Ik doe even mijn sojasaus erin. Ja, misschien is het wel onscherp. Dus alleen ik ben scherp. En zijn de kussens scherp? Die moeten wazig zijn, juist. Nee, die is ook een beetje wazig, denk ik. Jongens, het is inmiddels zonder overdrijven 40 minuten later. Ik word helemaal gek, hij wordt niet scherp. Ik kan er niks aan veranderen. Ja, dan is de sushi nu niet scherp. Als jullie nu boos worden, ik kan er echt helemaal niets aan doen. Het enige wanneer het scherp wordt, als je mij alleen dit van mij ziet. Nou, ik neem aan dat jullie ook wel mijn hoofd willen zien. Inmiddels misschien niet meer, omdat ik zo bezweet ben. Ik ga nu mijn eerste sushi in mijn mond doen. Oké, ik word straks zo weer vrolijk. Sorry dat het niet scherp is, maar ik ben wel scherp. Ik doe er best wel veel wasabi in trouwens. Ik hoorde dat je de sushi eigenlijk andersom moet eten, dus met de zalm naar beneden. Ik deed het laatst, ik vond het echt niet lekker. Ik ga vandaag het eten er echt niet proberen uit te knippen. De sushi heeft een half uur in een warme auto gezeten. Hij was al niet ijskoud, want hij wordt echt vers gemaakt. En hij heeft hier nu inmiddels een uur gestaan. Oh. Maar hij is nog steeds gewoon echt super lekker. Hij is niet warm. Het is juist lekker. Oké, ik voel me nu echt al veel beter. Ik neem eentje van deze en dan ga ik mijn eerste snap openen. En jullie zien nu niet wat ik neem. Het is een leuk raadspel. Deze. Gelukkig heb ik aan het begin de sushi laten zien. Ik hoop maar dat dat wel scherp was. Ik vraag me überhaupt af of ik net wel scherp was. Ruben heb leren kennen. We hebben dus een boyfriend tag en een girlfriend tag online staan. Dus als volgens mij
komt die vraag daar wel in voor. Ik neem het trouwens de avocado makkie. Maar ik wil nog even kort zeggen, oké? Okay? Sushi is echt... Mm. Ik had trouwens zoveel van gember. Ik had eigenlijk meer gember gewild. Oké, okay. Hoe hebben we ik elkaar leren kennen? Nou, hij werkte bij de Deen supermarkt in Weesp. En ik heb heel lang bij de Albert Heijn gewerkt. Op het moment werkte ik... Even, het was in de zomer geloof ik, bij een callcenter. En ik had eigenlijk nog nooit een vriend gehad of zo. En op zich had ik wel zin om een leuke jongen te ontmoeten. En toen zei mijn moeder tegen mij... Heb ik dit al eens verteld? Ik weet het niet. Maar mijn moeder zei tegen mij... Bij de Deen werkt zo'n leuke jongen. Want ze had ik altijd voor afgerekend. En toen had hij blijkbaar gezegd... Eet smakelijk. En dat vond ze echt super grappig. En ik zocht sowieso nog een bijbaantje. Als mensen dit weten, is het heel raar. En toen dacht ik überhaupt gewoon van... Oh, leuke jongen. Nou, waarom ga ik echt gewoon niet bij de Deen werken? Dit is zo raar als mensen dit horen. Volgens mij zat ik er sowieso... Over na te denken om daar te gaan werken, want ik zocht weer een bijbaan. Oh ja. Ja. Ik moest weg bij de Appie, want als je een bijbaantje hebt in de supermarkt, na zoveel jaar daar werken, moet je pas contract krijgen. En dat krijg je niet, want het was gewoon een bijbaan voor mij. Dus inderdaad, toen was ik aan het kijken van wil ik bij de Deen. En had ik tegen mijn moeder gezegd, want toen was ze bij de Deen. Toen zei ze dus van, oh, werkt ook een leuke jongen. Dus ze van een leuke collega's, een leuke jongen, dat zoiets. En toen heb ik er gewoon gesolliciteerd. Dan vond ik hem wel gelijk echt heel erg leuk. Want hij was zeg maar, net als ik, best wel sociaal. Gewoon een beetje kletsen met klanten. En een beetje wel je werk goed doen, maar gewoon wel lol hebben ondertussen. En dus dat sprak mij heel erg aan. En op een gegeven moment werkte, ik weet mijn geheugen is trouwens echt super slecht. Maar we werkten eerst niet samen, maar toen had ik me voorgesteld toen hij aan het werk was. Toen zei ik van, hoi, ik ben Charlotte, nieuwe collega of zo. En hij was toen, oh ja, en toen was ik op een gegeven moment aan het werk en toen kwam hij langs met zijn collega's. Toen heb ik me voorgesteld, ja, ik was aan het werk. En toen kwam hij aan mijn kassa en toen zei ik van, hoi, ik werk hier ook of zo. Of hij zal zich voor, ik weet het niet. Toen wist ik nog niet dat je gewoon op een rooster kon kijken wanneer iemand werkte. Dus ik werkte ook op zondag en dan hoopte ik dat hij ook werkte, maar hij werkte niet vaak op zondag. Dus elke keer op zondag om 12 uur hoopte ik zo dat hij ook werkte, want ik vond hem wel echt leuk. En ik voelde wel dat er een soort spanning was of zo. En op een gegeven moment, best wel snel, zijn we begonnen met appen. En toen zei ik dat ik er een bepaalde film wilde, toen zei hij van, nou, dan gaan we samen naar die film. En dat was eigenlijk zo to the point. Ja, dat vond ik zo leuk, zo to the point, want ik geef ook altijd tegenwoordig als tip aan meiden die aan mij vragen van ja, wat doe je als je iemand leuk vindt? Zet je over die onzekerheid heen, dat je afgewezen wordt of wat dan ook. Want het kost zoveel moeite, ik heb best wel veel jongens leuk gevonden in mijn leven en het was altijd zoveel gedoe en zo om elkaar heen draaien. En uiteindelijk dacht ik dat iemand me niet leuk vond, terwijl hij me misschien wel leuk vond, want ik heb het nooit gevraagd. En het was zo duidelijk dat ze gewoon zeiden van, oké, we gaan op date eigenlijk en het was mij nog nooit overkomen, dus... Ja, dat sprak mij gewoon super erg aan in hem. En we hebben best wel veel geappt en echt, ik dacht toen ook van, nou misschien gaan we wel niet. Toen ging ik nog een beetje hard to get doen, dat ik tegen hem zei van, zullen we dan volgende week woensdag elkaar zien? Toen hadden we zeg maar al de date ingepland voor zondag. Toen zei hij, we zien elkaar zondag hè, jonge dame of zo, weet je wel. Dus van, ging ik doen alsof ik de date was vergeten. En toen, ja, ik kan wel uren doorpraten hierover. En toen hadden we, het is niet echt een bijzonder verhaal, maar wel leuk. Toen hadden we die date, want hij een scooter geleend. We gingen naar Pathé Arena, echt naar een wijvenfilm, dat deed hij dus voor mij. Toen heeft hij een scooter geleend van zijn twee vrienden die hier ook wonen. Want hij had toen ook een scooter, maar die was kapot. Maar op die dag sneeuwde het. Heel erg, gewoon een van de ergste keren ooit denk ik in Nederland. En toen zaten we op de scooter. Toen kwam hij me ophalen. Ja, dat weet ik ook niet precies, maar we zaten op de scooter. Toen reden we bij Gaasper Plas. Deze sushi valt trouwens echt uit elkaar. Oh my god. Even by the way, ik eet echt alles in deze wang. Eet jullie ook in één wang? Of in twee of in het midden? Is er iemand die in het midden eet? Want ik kan echt alleen in de wang eten.
En die ruis zit echt overal. We zaten op de scooter en toen zaten we vast. We konden niet verder. We gingen binnen door, want over de autoweg nog ging hij met de scooter. Met zijn scooter in ieder geval. Zo'n zonder helm. En toen zaten we vast. En toen hebben we nog die vrienden gebeld van... Hey, willen jullie toevallig ook naar de film? Want dan kunnen jullie ons ophalen en dan gaan we... Dan rijden we mee met hun auto. Dat lukt op dat moment niet en zo. En toen zei hij, nou oké, okay, sorry als de politie het ziet. Maar we zeiden wel, we gaan gewoon over de autoweg. En toen zijn we, toch? Ja, over de autoweg gegaan. En verder weet ik het allemaal niet zo precies meer. Maar dat is hoe we elkaar leren kennen. Next question. Iemand dacht dat mijn middelbare schooltijd was. Maar eigenlijk heb ik het er best wel over gehad in mijn vorige. Dus dat ga ik nu even niet doen. Nooit meer sushi of nooit meer pizza? Nooit meer pizza. Sowieso sushi. Dus geen vraag. Met wat en hoe scheer jij je benen? Nou, ik scheer gewoon. Toevallig, vroeger deed ik het altijd met van die Venus mesjes. Maar die vond ik op een gegeven moment een beetje te duur. Toen ben ik overgegaan op wegwerp. Heb ik echt jarenlang gebruikt. Tot eigenlijk een week geleden. En toen zag ik bij de Ethos een aanbieding van... Een Wilkinson, zo'n mesje met gewoon opzetstukjes die dus veel langer meegaan. En toen gebruikte ik het en zei ik meteen tegen Rup, wow, je moet ook echt gewoon langhoudende mesjes gaan kopen. Want wat een verschil. Je hebt gewoon 5 bladen, zeg maar, 5 scheerbladen. Maar het is zoveel fijner, je voelt niet dat je over je huid gaat. Want met die wegwerp doet geen pijn of zo, maar je voelt gewoon dat het, ja, dat het... Gewoon niet chill is voor je huid of zo. En het is allemaal wat harder. En dus met dat. En ik gebruik dan gewoon. Ja, ik vind van die scheergel heel chill hoor. Of dat je gewoon Rituals doucheschuim gebruikt. Of van die namaak doucheschuim. Weet je wel, van die dikke. Van die echt van die foam. Maar eigenlijk vind ik dat heel chill. Maar ik heb er niet zoveel waarde aan dat ik dat steeds koop. Dus ik doe gewoon in met showerpuff douchegel. En dan sta ik in de douche. Eén been omhoog. En dan scheer ik. En dat geldt voor alles wat ik scheer, zeg maar. Hey Charlotte, wat was jouw eerste baantje? Mijn en de Jumbo's is vandaag, dus yay! Oh. Oh. Ze lijkt niet heel jong, maar ze heeft ook haar eerste baantje. Mijn eerste baantje was al toen ik 13 of 14 was. Als het goed is, was dat een krantenwijk. Ik werk dus nu al 2 jaar niet. Ja, YouTube kun je ook als werk zien. Maar ik heb... Wat? Ik ga eerst deze flame sushi eten, oké, jongens? Deze flame, die is zo lekker. Ik moet hem echt aan jullie laten zien. Mm. Oh, dit is lekker. Nee, jullie zien dit sowieso niet. Nou, zeg maar, van boven heeft hij echt wat gerookte. Maar het soort zoet sausje erop. En dan is hij van binnen nog een beetje rauw. Daar had ik er echt meer van moeten halen. Die zijn dus net zo duur als die gewone, maar zo lekker. Mmm. Ja, mijn geheugen is super slecht. Maar mijn eerste baantje was Krantwijk. Ik herinner me dat in Baarn. En ik verhuisde. Ik heb tot met groep 8 in Baarn gewoond. En eerste middelbare school woonde ik weer in Wees. En ik weet dat toen ik in Baarn woonde, ik ook een folder of krantenbaantje heb gehad. Maar volgens mij was het maar voor 1 week of zo. Ik weet dat mijn moeder, mijn broertje deed het ook. Het ging mijn moeder ook nog helpen of zoiets. Volgens mij was mijn eerste baantje hier inderdaad echt een krantenwijk. Want dat is het eerste wat je volgens mij mocht. En misschien daarna begon ik met oppassen. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat daarna mijn eerste baantje was bij de Albert Heijn. Als cashière. Ik heb nooit vakkenvuller gedaan, of wel? Wel? Nee? Ik weet niet meer. Ik heb bij Kruidvat gewerkt. Ik weet even de volgorde niet meer, maar ik heb bij Kruidvat gewerkt in de zomer. Dat vond ik echt het stomste baantje ooit, want ik werd echt niet heel erg aardig behandeld. Plus ik mocht alleen maar vullen. En wat ik heel leuk vond, ik wist best wel veel al van cosmetica en dat soort dingen. Als klanten dan iets vroegen, vond ik het heel erg leuk om ze te helpen. Maar eigenlijk sprong er dan snel een ander iemand in om het over te nemen. En dan mocht ik eigenlijk alleen maar vullen en dat vond ik gewoon super saai. En kassa mocht ik toen nog niet, dus daar heb ik 1 zomer gedaan en daarna niet meer. Ik mocht ook niet volgens mij na de zomer door. En echt mijn leukste baantje ooit was in een bejaardenhuis. Ik geniet wel echt van deze sushi.
camera valt onder 5 minuten uit omdat het te heet is, omdat hij al zo lang aanstaat. Maar mijn leukste baantje was bejaardentehuis. Dat heb ik 4 zomers gedaan. Dat was hier bij Hogewei. Het is voor geriatrische patiënten, dus dementerende ouderen. En ja, daar heb ik zoveel verhalen over te vertellen. Echt zoveel, zo leuk. Maar ik ga eerst kijken of ik nog vragen van jullie heb. Zodat ik, misschien vertel ik dat dan zo, even kijken. En verder, bij Albert Heijn gewerkt als cashière, soms ook vakvuller. En daar heb ik ook wel vaak dat ik mensen leuk vond en zo. Maar daarna was ik dus bij de Deen. Toen leerde ik Ruben kennen, dat is trouwens mijn enige vriend ooit. Ik heb nooit een ander vriendje gehad. Ik was heel braaf en kritisch. En ik heb ook bij een callcenter gewerkt. Dat was ook in de zomer. 2 zomers, denk ik. Maar dat lag best wel een druk op je hoor, want je moest echt punten halen en zo. Dat was ook in Weesp. Het lijkt me trouwens heel leuk als jullie in de comments ook antwoord geven op de vraag. Ben ik wel heel benieuwd naar. Waar mijn kledingrek stam van is. Ik heb dus best wel vaak dat ik mijn kleding ga opruimen en zo. Maar ik heb het eigenlijk nooit gefilmd. Omdat ik het zelf een beetje saai vind. Maar volgens mij vinden jullie dat dus wel leuk. Ik heb gewoon, als je me op social media volgt, dan weet je hoe het eruit ziet. En ik heb ook een video waarin je het volgens mij op de achtergrond ziet. Ja, een shoplog. Ik heb het nog niet zo lang. Nog geen half jaar denk ik. Toen heeft Ruben en ik hebben samen bij de IKEA gordijnenroeders gekocht. En dat heeft hij opgehangen. En daarboven heb je plankjes gemaakt en zo. En dat is nu gewoon een kledingrek, dus super chill. Wow. Zo, vertellen over het bejaardenhuis, dat is denk ik wel leuk. Wow, mijn donuts liggen hier. Het bejaardenhuis is denk ik wel leuk om te vertellen. Ik blijf het lastig vinden om een soort van te praten terwijl ik eet, want eigenlijk is dat best wel onbeleefd. Maar anders zitten jullie steeds wachten totdat ik heb gegeten. Maar dat hoort hè. Ik moet zeggen dat ik het ook wel chill vind als ik mensen zie eten ofzo. Ik denk, of je haat het, of je houdt ervan. Ik vind het leuk om te zien hoe anderen eten. Het is best wel iets persoonlijks ofzo. Omdat, het irriteert me echt dat mensen in video's zeg maar, het echte leven niet, maar als mensen dan zo. Zo zeg maar eten. En ik denk, ja, ik wil bij mijn vriend gewoon zien hoe je eet. Dus deze donuts zijn echt ziek. Ik heb het gevoel dat ik dit keer best wel weinig heb verteld. Terwijl ik best wel heel erg lang al aan het filmen ben. Ik had ook nog wel meer over mijn school willen vertellen hoe het nu gaat en zo. Maar ja, soms ben ik daar wel voor je moed en soms niet. Ik denk dat mijn sushi nu even laat staan. Ik zit best wel vol. En dan ga ik een donut pakken. Ik ben echt niet iemand die als sushi een dikke donut gaat eten. Maar ik zag dat ik dacht. Oh, ik ben niet zo heel. Het ruikt lekker. Oh my god, dit is hem. Ik had het al laten zien, hè. Let's take a bite. Mm. Oh, hij van binnen gewoon een trauma. Maar het is lekker. Het is zo ongezond. Mm. Oh, ik hou echt van donuts. Hij is zo groot. Mm. Ik ben nu al comfortabeler geworden met eten voor de camera. Hoewel ik nog steeds vind, als ik mezelf zie eten, denk ik echt, kind, eet niet. Ziet er niet uit. Stop met eten. Wow, het is echt gewoon niet zoet. Ik hoef geen sushi meer. Maar ik weet niet of ik ga het gewoon terugzetten in de koelkast hoor. Ik heb nog 3 nigiris. 3 euromakkies. En 2 makkies. En nog wat sojabandjes. Oh, die donut is lekker. Oké, ik vertel nog heel even over mijn bejaardenhuis, ja. Daar heb ik altijd... Ik moet wel zeggen, als ik dingen meemaak, deel ik ze heel snel met mijn familie en mijn vrienden. En daarna vergeet ik ze ook best wel snel. En dit is ook echt al 4 jaar geleden of zo. Mm. White drizzle donut. Bevroren, gefrituurd deegwaren. Oké. Heb je ook als je iets lekkers eet dat je dan nu al iets hebt van ik wil die tweede ook? Dat is zo slecht. Oké. Bij het bejaardentehuis werkte ik dus met dementerende ouderen. En het was echt super leuk. Want ik had echt mensen met wie ik het heel goed kon vinden. Maar het leuke vond ik gewoon, ik kwam daar 's ochtends. Dan begon je met gewoon koffie zetten. Heel erg simpel, ondertussen kwamen de ouderen uit hun bed en de verzorgers, ik was dan huishoudelijke hulp. Hulp in de huishouding, dat. Ik hoef het niet echt schoon te maken, maar meer hulp voor de ouderen in het huis. En je verzorgers, ik vond toen nog zo raar, ja die was hun billen en zo. Terwijl nu ik dan een beetje juf ben eigenlijk, moet ik ook billen afvegen en denk van ja dat is gewoon normaal. Maar die verzorgers brachten dan zeg maar de ouderen naar de huiskamer, die waren dan gedoucht en dan gingen ze ontbijten. En ik weet nog een keer dat ik echt met vet voor liefde een ei had gemaakt.
Toen had ze de dag ervoor gezegd hoe lekker ze dat vond. Dus toen dacht ik, als verrassing als ze uit het bed komt, heb ik echt een vet lekker ei voor haar. En toen kreeg ze dat ei en toen heeft ze het naar mijn hoofd gegooid. En geschreeuwd hoe smerig het was. En wat het bezielde dat ik dat voor haar had gemaakt. En daar was ik zo van geschrokken. Maar het was dus, ja, weet je, zoals het vergeten. Dementerend. Dus dat soort verhalen. Maar wel heel erg leerzaam. En het was gewoon altijd super gezellig daar. En familie van ouderen kwamen op bezoek. En dat was altijd heel erg leuk. Eigenlijk gewoon koffie maken. Maar ook naar het supermarktje daar. Dus dat deed ik altijd. Vond ik leuk. En nam ik één ouderen mee. En dan gingen we zo. Je hebt er echt een soort van huisje, weet je. Je hebt het muziekhuis of zo. Om muzikale mensen, schildermensen, dat soort dingen. Dus dan wandelde je zo naar de supermarkt met een lijst. En dan mocht je boodschappen doen. En dat was echt heel erg leuk. Smiddags ging ik altijd koken, dat vond ik ook leuk. Heel vaak pannenkoeken, dus dan stond ik gewoon een uur lang in de keuken. Dicht van pannenkoeken te maken. Op een bord stapelen, een bord erop dat het een beetje warm bleef. En dan ook tijdens dat ze aan het eten waren, weer doorbakken. En dan op het einde heel snel zelf wat eten, maar ik vond het gewoon super leuk, ja. Wat wel heel erg jammer is, na 4 jaar ben ik dus ontslagen. Ja. Yep. Omdat... Ik had me toen nog niet zo erg bewust van media. En toen had ik net Facebook, geloof ik. En ik zei tegen die man, zullen we een foto maken? En toen zei ik, mag ik hem op Facebook zetten? Dus hij zegt ja, maar hij heeft natuurlijk geen idee wat Facebook was. En ik had ook een collega op dat moment op Facebook. Dus de enige die ik op Facebook had, en voor de rest was mijn profiel gewoon privé. Dus, een paar dagen later word ik bij de baas geroepen. Van, je weet wat je hebt gedaan, hè? Heel erg, je weet dat je hier niet meer kan werken. Dus ik was woest en ik had geen idee waar het over ging. En toen zei ze dus, ja, je hebt die foto op internet geplaatst en dat is gewoon privacy schending. Ze hebben nooit gezegd dat dat meisje mij een soort van verlinkt heeft. Maar ja, zij is de enige die de foto's van haar had kunnen zien. Maar ik heb gejankt. Ik heb zo hard gejankt. Ik vond het namelijk de geweldigste baan die ik ooit had gehad. Ik deed met zoveel liefde, want dat is echt mijn passie. Nog steeds lijkt het me, weet je, het was best wel te vergelijken, kinderen, ouderen. Nog steeds lijkt het me heel erg leuk om daar te werken. Oh, het smelt op de mond. Ik had er zo niet bij nagedacht. Gewoon... Weet je? Maar ja, ergens is wel te begrijpen. En toen zei ze, het staat sinds een jaar ook in je contract. Maar ik heb mijn contract dus toen, op dat moment 4 jaar geleden had ik mijn contract ondertekend, ook gelezen. Maar de jaren daarna heb ik mijn contract waarschijnlijk opnieuw moeten tekenen of niet, ik weet niet. Maar ik heb het in ieder geval nooit opnieuw... Nee, volgens mij was het zelfs zo dat ik mijn contract niet opnieuw heb hoeven tekenen of niet had gelezen in ieder geval. Zo van, het is toch weer hetzelfde. Misschien was het mijn fout, misschien, ik weet het niet. Boeit ook niet. Maar die 4 jaar daarvoor stond zoiets nog niet in het contract. Want volgens mij was er toen nog helemaal geen Facebook of zo. Wel hives misschien, I don't know. Maar dat is heel erg jammer. En ik heb echt, echt heel hard gejankt. Maar toen moest ik ook meteen weer gaan op staande voet. Het was denk ik 1 uur of 11. Ik werkte tot 3 of zo, tot 1. Je kan je spullen pakken, je kan gaan niet op nummer terugkomen. En dan verdienen daar trouwens vet veel geld. Als een bijbaan in de zomer. Ik had zoveel geld. Nou ja. Ik weet dat ik in de zomers echt super veel geld had. Dus dat was ook nog een soort chill. En je begon ofwel om 6 uur 's ochtends tot 1. En je kon heel soms had ik avonddienst. Dat vond ik heel leuk, maar dat mocht bijna nooit. Want dat was heel populair of zo. Dus dat. Laat even weten wat jullie bijbaantjes waren. Ik wil deze donut open, maar I'm gonna do it. Deze sushi zet ik gewoon in de koelkast. Het zal vast wel kunnen. Ik hoop dat deze mukbang toch een beetje leuk was uiteindelijk. Ik blijf het gewoon chill vinden. Dus ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Sorry als ik helemaal rood was. Sorry dat de sushi niet scherp was. Heb je tips? Dit is in de beschrijving staat wat voor camera ik heb. Ik kan er blijkbaar nog niet mee omgaan. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En als je vaker persoonlijke video's wil zien of mukbang video's of whatever. Als je het gewoon leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je nieuw was. En vaker een mailing wil krijgen als ik een video plaats. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot zaterdag om 9 uur met een nieuwe video.